Ja, ja. Oh, dan zeg je, moet een TikTok-filmpje maken, denk ik, hè? Ja. Dat moet je ook bij dan. Ja, maar jullie hebben gezin met kinderen die TikTok-filmpjes. Ja, dat is een beetje. En je nodig hebt een love and care. Ja. Lang geleden wel. En eigenlijk, Mario, jij gaf de doorslag van zo'n plan, moet er eigenlijk wat mee doen. Close your eyes and think of me. And soon I will be there. Kom maar hier staan, jongens. Het is misschien leuk als we bij elkaar staan voor het filmpje. Ja, spelers, 92. Ik weet nog, een jeugdbestuurlid die was stom dronken, die vonden ze in het toilet. Die schotten die dronken zoveel. Moet je eens kijken hoeveel mensen hier waren. Ja, nee, zeker. Het is dus niet meer voor te stellen dit, hè? Precies, en dit was een van de laatste jaren volgens mij. Dat... Maar die wil nog wel een andere keer, want je merkt wel dat hij dat ook leuk vindt. Dat toernooi georganiseerd wordt. Ja. Jongens, neem wat eten ook, hè? Dan wordt het warm. Kijk eens, jongens, neem wat eten. Ja, dat is jullie echt doorgebracht. Ja, Brian, Loutroep. Ook nog mijn moeder nou. Dat is mooi. Ik heb deze foto nog gezien. Die sinaasappels zijn, die moesten zij altijd naar de begeleiding brengen. Waar? Ja. Dat geen onzin zitten vertellen. Ja, het is een unieke gebeurtenis wat nu plaats gaat vinden hier op het hoofdveld van de voormalige voetbalvereniging FIOS. En dit zijn de ballenjongens uit de jaren 80, begin jaren 80 en ook nog begin jaren 90. Die daar allemaal lopen, dat waren toch wel kinderen van rond de 12 jaar. Je ziet gewoon dat het een feest der herkenning is dat deze jongens elkaar na zoveel jaar weer zien. Wat we nu gaan doen... We gaan even een geheugentestje doen en we gaan kijken of zij nog weten in welk jaar ze ballenjongen waren en van welke ploeg. Ik ben ballenjongen geweest van FIOS en van de tweede Deense club, Brøndby. Kan dat? Brøndby, ja. En hoe vond je dat toen? Weet je dat nog? Ja, ik kan me nog wel herinneren dat dat echt wel een hele eer was als je ballenjongen mocht zijn van zo'n club. Ja. Dat was wel in de rust de sinaasappels halen en alles doen voor de jongens, dat was heel leuk. Dus je weet dat ook nog? Gent kan ik me nog herinneren. Ja. Ik las net dat ik bij Kwik ook ballenjongen was, maar daar weet ik echt helemaal niks van. En ik weet niet of ik 2 of 3 keer ben geweest, dus ik heb echt geen idee. FIOS was sowieso een leuk tijd, dat was een stuk fantastisch. We hebben al die boekjes nog, hè? Dus je hebt thuis nog wat te doen als je in het verzorgingstuin zit, hoor. We gaan niet lang meer duren. Ah, kijk, daar is hij. Ja, dat is een echte zakenman geworden, Mario van Dijk. Mario. Maar niet van het verzorgingstuin, hè? Nee. Dat komt nog. Nou ja, dat gaat niet lang meer duren. In ieder geval, hè? Ja, een restaurantje in Scheveningen. Italiaans restaurant, maar dat is logisch als je Mario heet, dus ja toch. Die Sopra. Die Sopra, is dat er ook maar? Tweede haven, ja. Knippen we eruit, nee hoor. Nee, je bent ook ballenjongen geweest. Volgens mij heb jij de meeste herinneringen aan een Schotse ploeg. Ja, klopt. Ik ben 3 keer ballenjongen geweest. FIOS, ADO, dat was toen FC Den Haag. En als laatste Dumbarton. En Dumbarton waren die Schotten. En die ging ik ophalen van Schiphol met de bus. En het leuke was, die gasten wisten totaal niet wat ik kwam doen in die bus. En toen ze in de gaten hadden van, deze mannetje van alles, die gaat alles voor je regelen, kreeg ik van huis uit 170 gulden van ze. Ja, mijn weekend kon niet meer stuk natuurlijk. Hey, daardoor ben jij zaken. Daar heb ik een restaurant van gekocht. Hey. Ja. Dankzij FIOS. Ze konden ook aardig drinken, hè? Die Schotten. En ze waren niet op staan. Ik dacht dat ik een beetje Engels sprak, maar Schots schijnt toch iets anders te zijn. Nee, dat was een mooie tijd. John van Oostrom. Ja. Broer Jeffrey, hè? Ook in ieder geval. Wat weet jij nog te herinneren uit die tijd? Nou, het is dat we het over hadden. Ik dacht 1 keer maar, ballenjongen, maar het blijkt 3 keer te zijn. Van VCS, FIOS en de derde weet ik niet. Die kon ik ook nog niet vinden, maar wat werd gezegd, het was een hele eer eigenlijk als je ballenjongen mocht zijn. Ik ben zo'n beetje wel de oudste hier, denk ik. Ja, ja, hè? Ja. En weet je nog welk jaar een beetje? Ook... Ja, weet het niet meer precies. Ik weet wel dat ik Rood-Wijs Essen mocht begeleiden. Ja. Ik weet wel dat ze vroegen, volgens mij vroegen jullie van ja, heb jij Duits op school? En toen zei ik ja, nou dan mocht ik Rood-Wijs Essen krijgen. Ik had 2 maanden Duits of zo, dus dat was wel heel grappig.
Ja, ik weet wel, mocht je s'avonds, mocht je ook, was er ook een feestavond. En dan mocht je als ballenjong natuurlijk altijd blijven hangen. Ja. En de aanvoerder van Roodwee was veruit de beste. En die was op een gegeven moment kwijt. Die was gewoon kwijt. En die heeft de dag erop, de zondag, was het er al ook niet meer. Ja, dan blijf je dat toch onthouden. Ja. Een van de ouderen. En toen mocht ik ballenjongen zijn bij ADO. Ah. Ja, ja, en daar zaten allemaal echte talenten in toen de tijd. Ja. Ik was verreweg het grootste, alleen ik had hun leeftijd nog niet. Maar ja, dat was inderdaad de hele dag achter die jongens aanschokken met sinaasappels. En ik weet nog goed wel dat ik van een keeper Zuurmond, volgens mij heette, die kreeg ik een keer op mijn donder. Want ik had al die sinaasappels tijds op die ik zelf aan het snijden was. Dus als ik dan bij de kleedkamer kwam, lagen er nog twee. Dus werd ik weer teruggestuurd. Dus ik ben wel mijn kilometers gekomen. Maar ja, mooie herinneringen. Ja. Mooie herinneringen. Ik ben tussen 1975 denk ik en 1980 ben ik ballenjongen geweest. Ja. Van diverse teams. Waaronder een Deens team, Feijen. Ja. En ook Fios ben ik ook. En dat was inderdaad net wat zelf in zeggen. Altijd met sinaasappels lopen en allerlei andere hand- en spandiensten. Op een gegeven moment, aan het einde van het toernooi, ik weet nog goed, hadden ze iets van een waterbak in de kleedkamer staan. En als dank voor mijn bewezen diensten werd ik door alle jongens van de A1 in die bak met water gegooid en gedompeld. Dit is de kutte. Nou met Kees L nog? Weet je nog wel dat hij op een gegeven moment zijn poot brak? Nee, weet je wat ze zeiden? Ja, sta niet aan. Nee, sleep hem naar het strafschopgebied, ja, krijg hem een penalty. Dat maakt niet uit. Ja, dat maakt niet uit. Ik weet, dat zei ik ook, stond er vlakbij, want ik dacht dat het een geintje was. Dat die gozer echt zijn poot brak hier. Hè?